Italien, tu me brûles. Hello, mensen, hoe gaan jullie? Ivan! Maar boy, dit was echt de duw. Mag mijn harde met jou stellen, bro. Je had een hotshot? Je had een hotshot? Ik had geen vloek. Nee, want ik kan, man, gaan even die vloek zetten. Ik had eigenlijk nog nooit een fucking piep gehad, of wat? Nog nooit eens. Sorry. Ik heb hier redden gevloekt, niet. Zo, meneer Ivan. Welkom hier zo bij Thirsty Fox. Mijn naam is Ivan. Als ik nog zo'n klein beetje meer van jou. Eitse, wie zijn jullie? Wat was jouw school? Wat was een jury? Een jury. Zo'n lied zo, een jury. Een jury. En ik vertrouw geen zo best van een jury, ja. Ja, ik heb het goed. Zo, wat was een jury? Wat was jouw ginsling fucking school? Heb je niet zo'n rugby? Rugby? Hey! Yes. Fantastisch. En wie was jouw inspiratie om te beginnen zingen? Van kleins af of wat? Van kleins af. Van kleins af, Michael Jackson, performer, gewijs, hij is op een aantie. Ik doe nu niet wat hij doet, maar ik love het om. Ik zit performer, ik love het om te gieren. Yes. Om een stage. En toen ik ouder raak, word ik een beetje meer aan met die metal scene. Toen was het Metallica, Slayer, Deftones, die type vibe geweest. En nu is het echt. Ivan. Fantastic. Pretty much. Nou, hoeveel jaren is jij eigenlijk ook gestaged? Wat was je heel. Ja, geen vraag. Je heel eerste show, waar je gewinnen? Wat ik betaling voor. Yes, let's go with that. Oké, cool. Mijn heel eerste show waarvoor ik betaling gekregen was net nadat ik idols gedoen heb. En een vrouw mij genader en mijn stem was bijna zeer geweest. En dat was 2014 geweest. Een betaalde show, mijn heel eerste betaalde show. Dus mijn stem zegt, toen ik moes bij hoesmedicijnen, toen raak ik dronk op hoesmedicijnen. Oh ja! Ik is eerlijk, ik is ook wel... Ik kan niet veel van die sound houden, maar dat was een good one. According to me. According to me. Oké, dus als jij enige raad komt geven aan iemand wat nou in een simpelheid bedrijf ingaat, alsof je iets in Afrika al gezien, goed zo moeilijk was. Yes. In COVID, wat zou je doen? Mensen, advies dat ik geef, moet ik voor ons jullie MP3 stuur? Nee, ons kan niks aan mee doen. Onze zangers kan niks aan mee doen. Hij is een radioomroeper, kan niks aan mee doen. Werk jou gat af. Speel so baie shows vir die 500 rand as wat jy moontlik kan. You have to go through the process. Daar is die kwad, dit is my 10 jaar van my overnight success. Sal met die wel, sal met die eens, wat my mentors is in het is. Selfe proces, oor en oor en oor. Moet nie hammer op ander kinds en al, as jy famous draak heen. It's not about being famous, it's about enjoying what you do. As jy die passie heen, as jy hoekom nie daar is heen, forget about it. Werk jou gat af, speel shows al is het 500 rand een show. Moet nie uitkom en verwacht, jy gaan 10.000 rand een show krijg. Speel pubs waar jy 4 uur moet speel. Ek het dit genoeg vir amper 10 jaar. Go out there, perform, speel vir 2 mense, speel vir 500 mense, speel dan eventueel vir 50.000 mense. Perform, 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 en moet nooit vergeet van waar jy kom nie. Nou altijd waar jy gaan, never forget where you come from. Okay, so good boys, dis nou die tyd. Over ons gewacht het, we're gonna call this whole series, let's just wing it! Hey. See what I'm with the chip and the herkadoons! Hier wacht hulle, volgende keer sê ek grapje vertel! Your own personal drumkit! There we go! Wings challenge, hy 10 wings! Hoe vinnig hy dit kan doen, ek sê die taar is dit al goed! Ek gaan hem intrek, as ek sukkel gaan ek hem intrek! Okay, fantastic, fantastic! Maar ek gaan op bestuur vanavond, ek wil nie te veel geef. 3! Minutes later. Okay, meneer, bye-bye, dankie vir die vriendin challenge. Twee meer goeikies, ons het hierdie oukie wat ons mascot is. Soek name vir die man, vir die oukie. Real time, we don't yet know. Ivan, naam vir die oukie, soek die name. Just Foxy. Foxy. There we go, dis die gitaris, soek die naam, wat kan Foxy? Pantoffels! We love it! Alrighty, laaste vraagie, Mr. Ivan, before we get you on stage. Ek wil net by jou weet, wat beteken jou tattoos, of which is wat beteken jou tattoos, en wat is jou ginsling tattoo, of is in de act, vrijdag, een tattoo, die so, binnen Thursday Falls, van vrijdag. Is dit eerst hier? Nee, is mijn tweede. Eerst hier, dit is baie, als music notes, my kinders en al many grooves, my eerste barbershop, wat ek wat kraag heb, kooi van die nummer, en daar is van hulle wat net vir die mooigheid daar is. Yes. My favorite is definitief my logo. Kan jy het bekie so? My logo.
maybe. And then three swalkies and my kinders' geboortedatum. Oh, we love it, we love it. Why don't you forget the lady shop? I'm looking for work at the city. Oh, what did the fox say?